Ja, we zijn hier aanwezig in Kalkwijk. Kun je misschien wat vertellen wat deze dag vandaag hier inhoudt? Ja, nou, naar aanleiding van onze zomeractiviteiten doen we vandaag de zwembadactiviteiten. En eigenlijk is het bedoeld voor kinderen die niet veel vakantie gaan bijvoorbeeld. En daarom hebben wij nu 2 dagen in teken gezet van het zwembad en van de nieuwe stormbaan. Ja, ik zie inderdaad een heel grote blauwe stormbaan achter mij. Kun je vertellen, hoe is het idee tot stand gekomen? Nou ja, eigenlijk was het idee van, nou ja, we willen een keer wat anders in het zwembad. Ook om wat kinderen mee hier naartoe te krijgen. En nou ja, zoals je ziet lukt dat aardig. Ja, zeker. Ja. Ja, jullie zijn denk ik ook over de stormbaan geweest. Wat vinden jullie ervan? Heel leuk. Ja, het is leuk en het is ook weer heel erg lastig. Omdat het ook allemaal kinderen ook over zitten. En het heeft ook, er zit ook allemaal water op en dan glij je ook zeg maar weer uit de hele tijd. Ja. En hoe pak je dat aan? Want het lijkt me best wel moeilijk om er overheen te komen. Ja, ik glijd er wel de hele tijd van af. Maar dan moet ik wel de hele tijd opnieuw. Maar het is wel grappig. Ja, de kinderen waren heel erg enthousiast. Op wat voor manier merk je dat vooral? Nou ja, op het moment dat je dat ding in het water legt in de ochtend, dan staat er al een rij van 40 kids ongeveer te wachten tot ze de eerste run mogen maken. En nou ja, dan helpt het natuurlijk ook wel dat wij het ook hebben gepromoot, zeg maar, in de krant en op social media en zo. Dus naast de hele stormbaan doen wij ook heel veel leuke spelletjes en watersporten. Om de vakantie eigenlijk goed te laten beginnen voor de kinderen. Ja. Ja. En hebben jullie dan als sportcoaches van Midden-Groningen nog meer activiteiten binnenkort in het programma staan? Ja, zeker. Niet volgende week, maar de week daarna zijn er de zomeractiviteiten. En dan gaan we op 3 plaatsen in Hoge Zand. Gaan we 3 weken lang allemaal verschillende dingen doen. En dat is bijvoorbeeld een zeskamp. Ook waterspelletjes en gaan we ook met wijkteams gaan wij samenwerken om een leuke middag voor kinderen te bezorgen. Dus we hebben het druk genoeg in de vakantie. Ja.